Hallo en welkom allemaal. Ik moest even nog ik raak er niet op. Hoe noemt het nu weer? Het spel nog te goed aanduiden. Maar zoals je in de titel wel hebt kunnen lezen, we gaan de Pokémon Go dansen doen. Wat heb ik daarvan gehoord? Dat is dat er in elk van deze 10 de voorkanten zit qua kaart. Plus nog een extra Pikachu promo kaart. Dus we gaan eens zien. Ik ga even beginnen met Snorlax. Daarna Blissey en daarna Pikachu himself. Of herself. Depends on who you ask. Ik heb het goed zetten. En we hebben onze speciale Snorlax kaart. Aha. Met daarachter onze promo Pikachu kaart. Zo schattig. Dus dat gaat waarschijnlijk bij alle drie hetzelfde zijn. Hier hebben we nog, die gaan we even wegleggen allemaal. Hier hebben we nog stickers. Oké. Ah. Papier met extra codes op. Maar dat is voor vrienden van mij die dat hebben gevraagd. En we hebben 4 pakjes. Het zit er in een ding. Ik ga ze nu allemaal tegelijk openen en dan zullen we zien welke van de tins het beste was. Dus onze Blissey kaart. Met daarachter de Pokémon Go. Allee, de Pokémon cadeau Pikachu. Die steek ik allemaal straks wel weg. Dus we gaan het zo doen. We gaan net zoals bij de teams gaan we zien welke doosje nu het beste is. Persoonlijk hoop ik Pikachu zelf. Ja. Het is en blijft major player. Oké. Dus. Terug 1, 2, 3 en zo verder. We beginnen met. En we doen terug hetzelfde zoals we de vorige keer hebben gedaan. Dat is. De codekaart is voor jullie indien dat er een V-kaart of meer zit. Aangezien dat dit allemaal hollows sowieso zijn. Dus we hebben energy. Van deze kant kan ik beter. We hebben Slowbro. Candela. Lunatone. Ik zie al precies iets zitten. Magikarp. Apon. Meltan. Wilde. Oh my. En Pokéstop. Reverse Holo. En Dragonite V. En die hebben we de vorige keer opgepoeld bij Pokémon. Herinner ik mij. Dus dat betekent in de speciale sleeves. En dat was een V-kaart, dus codekaart voor jullie. In de boombak. Met de codekaart. Zo. Codekaart leg ik naast me neer. Vier naar voren. En we hebben Energy, Blanche, Steelix, Wurtwurtel, Spinarak, Wimpot, Larvitar, Nommel, Bulbasaur, Wimpot en Alone Executor. Die heb ik nog
niet. Maar hij wil wel niet meer inzoomen. Zo. Dus dat betekent voor mij een V-kaart. En voor jullie een Groot-kaart. Oké. Dus onze Snorlax en Blissey zijn al goed op weg voor samen naar de overwinning te gaan. Is zien dat hem deze ook zo goed doet, onze Pikachu. Of beter, maar altijd beter doen. Ik hoop beter. Groot-kaart bij mij. Vier naar voor. En we hebben Energy. Zien dat ik hem te goed leg. Ivysaur. Pokéstop. Unfizant. Bibarel. Pikachu. Spinrock. Ratatatata. Bidoof. Bulbasaur Reverse Holo. En Blastoise Holo. Dus Code Card is voor mij. Dan zit het terug aan de Snorlax. Oeh, Pikachu. Moet ik je Convex Beat maken. Code Card bij mij. Vier naar voren, maar super makkelijk aangezien dat we een V-Star marker hebben. Candela. Ivysaur. Spark. Magikarp. Apon, Meltan, Squirtle, Tranquil, Moltres Reverse Holo, dat betekent een goeie goeie, Sylveon Holo. Een goeie, maar niet in het ding dat ik bedoel een goeie. Dus Code Card is voor mij. Oké, 1, 2, 3, 4 naar voren. We hebben onze Energy, Wartortle, Slowbro, Lunatone, Squirtle, Berbarrel, Rattata, Nommel, Raticate. What? Leppers, dus Blissey heeft waarschijnlijk gewonnen. En Code Card voor jullie. Want echt. Dit is zoveel beter dan een holo. En ik zie juist dat ik ze niet meer gaan kaasen. Want mijn kleine kat heeft een beetje diarree. Dus ja. Kijk, zodra stream afgelopen is een beetje op kazen. En zo spendeer ik mijn avond. Alhoewel, ik ga waarschijnlijk nog misschien nog een zoek- en vindspel doen, maar ik weet nog niet. Energy, Solrock, Ariados, Charmeleon, Tranquil, Larvitar, Natu, Apon, Slowpoke, Squirtle en Zapdos Holo. Shake, shake, shake. Maar het is een holo, dus Code Card voor mij. En die wouden vrij zijn, want ze sprongen eruit. Wacht hè. We hebben toch een 4 marker, dus het is iets makkelijker voor alles naar voren te steken. Ja, dat was dus langs de andere kant. Oké. Dus de 4 marker. Xatu. Pokéstop. Slowbro. Code Card is voor jullie, want ik heb eerlijk gezegd iets gezien. Eevee.
Charmander. Zie, die zit het al. Je ziet het ook, hè. Ik weet niet wat het is. Dus. Wow. Die ziet er wel chic uit. Holy hell. Jammer, hier een klein beetje misgecentreerd, maar... Ja. Die hebben we nog niet, dus dat betekent... Jammer van de... centering. Als ik ooit een andere heb... Is het weer al. Dragonite zit altijd in dezelfde deeltjes. Oké, Blissey. Die momenteel nog op nummer 1 staat. En ik ga heel even jullie muten, want ik moet mijn neus snitten. Ja, ik heb... Het is niet gezellig als jullie mij horen snitten. Dus ja. Vandaar heb ik de mute opgezet. Code kruid. Voor mij... We zitten aan de Blissey pakjes, die een Gensy geeft, een Ivysaur, een Fezant, Tranquil, Larvitar, Natu, Apom, Slowpoke, Pirwarl en een Gyarados. Wel coole art, maar de codekaart is van mij. Alhoewel, Pikachu, beter je best doen, want er is nog niks van de Pikachu-pak ingekomen. Energy, Xatu, Candela, Lunatone, Tranquil, Larvitar, Natu, Apom, Slowpoke, Spinarak en... Melmetan V-Max. Die hebben we ook al een paar keer hebben gehad. Dus die mag gesleefd worden. Hey. Ja, dat denk ik niet zo. En dan het laatste pakje van de Snorlax. Gaan we nog een Dragonite vinden. Wie weet. Ah ja, wacht. Codecard voor jullie. Dat ik bijna vergeten. Sorry. Oké, en we hebben Energy, maar die moet langs de andere kant. We hebben Lure Model, Camperat, Blanche, Pikachu, Squirtle, Meltan, Bidoof, Magikarp, Unfazent Reverse Holo en Meltan V. Die moet ik ook al hebben. Maar toch, Snorlax heeft een Full Art Rare, 2 V's. Alhoewel, ik vind de Radiant Charizard iets beter dan een Full Art Rare en een V Max samen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ja, dit laatste pakje zal wel ervoor zorgen... Ik ben vergeten de codecard te geven. Ik zal er wel voor zorgen wat het gaat worden. We hebben Energy, Xatu, Rare Candy, Slowbro, Nomal, Tranquil, Larvitar, Xatu, Apron, Solrock en een Snorlax Hollow. Welke zou het beste zijn? Onze 2 V-card met een full rare of een Radiant met een V-card? Persoonlijk, Radiant met een V-card vind ik nog het beste. Tenzij dat hier ook een Radiant in steekt, die ik nog niet heb, de Radiant Venusaur bijvoorbeeld, dan zeg ik ja. Pikachu heeft gewonnen. Maar als dat niet is, ja, dan gaat Pikachu waarschijnlijk verliezen. En zwaar verliezen.
Kijk, we hebben Energy, Ivysaur, Egg Incubator, Chansey, Charmander, Yipom, Bulbasaur, Numbuh, Rattata, Golisopod en Golisopod. Ja. Pikachu heeft jammer genoeg in deze wedstrijd verloren. Snorlax is een mooie tweede geworden. Met twee V-cards die we jammer genoeg al hadden. En dan een Dragon Knight V full rare. Full art rare die we nog niet hadden. Yay. En dan heeft Blissey gewonnen met een Radiant Charizard. Die we nog niet hadden. En een Alolan Executor V. Die we negen kans op die nog niet hadden. Want ik weet niet meer of we hem hebben of niet. Maar ja, de Radiant Charizard zorgt ervoor dat het super is. En ik hou het hier nog even. Dat iedereen er nog veel mee kan genieten. Tot de volgende. Doei.